Nou, ik sta weer bij een bijzondere locatie in Den Haag. Waar staan we hier? We staan nu in Kijkduin, in het zuiden van Den Haag. Dit gebied was ook onderdeel van stoetspoengroepen Scheveningen, oftewel vesting Scheveningen in het Nederlands. En het complex wat hier aanwezig was, was bedoeld om het strand te verdedigen tegen een eventuele geallieerde invasie. Wij staan nu hier dus bij nog een klein onderdeeltje van het complex wat hier aanwezig was. De rest is gesloopt na de oorlog voor de wederopbouw. Dan zie je dus het hotel is gebouwd, het winkelcentrum is erbij gekomen in Kijkduin. Daarbij zijn dus een groot deel van het complex Wiedersdansnest 67 HL is gesloopt.
de valt mij weer gaan. Ben ik geweest? Dat zijn dat maar. Je zat natuurlijk rechts en boven, maar zaten zo. Maar dan kon je wel met ons uit de zon. Als je natuurlijk een boemer viel en de gangen stortte in, dan daardoor. Ja, een klein gedeeltje is nog aanwezig en daar geven wij op dit moment rondleidingen door. Ja. Ik wist, het is altijd donker. En wat zijn de plannen voor de toekomst van deze ruimtes? Wij zijn nog bezig met een uitbreiding. Wij hopen daar einde van de maand, komende maanden in ieder geval, de werkzaamheden te kunnen starten. Dat betekent dus dat we een extra toevoeging van een aantal meters gang erbij krijgen. En ook nog een geschutsbunker die dus op de eerste duinenrij staat. Die willen wij dus koppelen aan het gangenstelsel die wij nu hebben. En dan kunnen we dus, hebben we weer extra iets te laten zien. Ja, wacht even. Ja. Ik zie je niet. Je gaat stiekem.